Wat is er met die rode pakken? Er is niks met die rode pakken. Wij zijn heel benieuwd naar de rode pakken. Ja. Dat kunnen we echt niet zeggen. Nee. In de Westsafari reizen onze verslaggevers kriskras door de regio. Op jacht naar spontane, bijzondere verhalen. Vanavond zijn cameraman Arbel en verslaggever Rob op nachtsafari in Leiden. Deze sleutelstad telt 120.000 inwoners, waarvan een kwart student is. En die gaan meestal niet al te vroeg naar bed. Het is 11 uur 's avonds in Leiden. We lopen hier al een kwartiertje rond. En wat opvalt is dat we heel veel vrouwen zien met rode pakken. Wat is er met die rode pakken? Er is niks met die rode pakken. Wij zijn heel benieuwd naar de rode pakken. Ja. Dat kunnen we echt niet zeggen. Nee. En waarom kunnen jullie het niet zeggen dan? Omdat dat juridisch onverantwoord is. Wij moeten nu weg, sorry. Juridisch voor onverantwoord. Ja. En jullie komen van de studentenvereniging af, schat ik zo in? Zou kunnen. Zou kunnen? Zou ook niet kunnen. Eventueel. Oh, mysterieus. Ja, sorry, ik mag daar niks over kwijt. En welke studentenverenigingen hebben we het dan? Ik weet niet welke hier zit. Nee, ja, dat hoort bij het ministerie. Een café waar ze volgens mij meer ervaring hebben. Misschien weten zij wel het mysterie op te lossen. Het is een geheim. Maar van wie dan? Ze mogen het er niet over hebben. Willem-Alexander heeft ook hier gestudeerd en liep ook altijd in een rode broek. Ik weet niet wat ze hier hebben met rode broeken. Geen idee. Nee, dankjewel. Vrouwen in rode pakken, mannen in dassen. Hallo mannen. En waar gaan jullie naartoe? Huis. Naar huis. Ja. En vanwaar de dresscode? Ja, we zijn lid daar, dus dan kom je normaal naar binnen. En wat is daar? Bij Minerva. Minerva. Ja. Daar komen jullie net vandaan? Ja. Ben je van Minerva? Ja. Ja, zo'n groot mysterie is het helemaal niet. We zijn begonnen vandaag aan de kernperiode. Dat is de periode waarin de jaarclubs worden gevormd. Dat duurt bij ons 5 weken. En tijdens die kernperiode is voor ons belangrijk dat iedereen op grond van gelijke voet begint. Voor de mannen betekent dat in pak, dus netjes in een jasje en een dasje. Zo gaat dat bij ons. En voor de dames is dat in een rode overall dit jaar. Mogen we even binnenkijken? Nee, het is besloten. Nou, ook niet heel erg welkom. Nee, ja, helaas, het is besloten. Studentenvereniging Minerva. Het lijkt bijna Fort Knox. Je mag niet binnen en het is nogal geheimzinnig wat er binnen gebeurt. Waarom is het zo geheimzinnig hier? Mag ik jullie vragen waarvoor jullie filmen? Voor de Westsafari is dit. Westsafari, hoef ik niet aan mee te werken. Dank u wel. Nee. Maar waarom zo geheimzinnig? Ik hoef niet aan mee te werken. Bedankt voor de tijd. Nou, het is geen geheimhouding en het is absoluut ook geen groot geheim op die manier. Het is een besloten vereniging. Dus op die manier behouden we een beetje de mystiek en het mysterie binnen de studentenvereniging Minerva. Maar zo heeft iedere vereniging heeft zo zijn eigen tradities, zijn eigen mores, zijn eigen geschiedenis op die manier. Ja, klopt goed. Doeg. Fijne avond verder. Doeg. Morgen is de Westsafari in Bodegraven. En tot slot nog even dit. Behalve studeren kun je in Leiden ook lekker dineren. Wij vroegen de Leidenaren, wat is jouw culinaire hoogstandje? Ik begrijp de vraag niet. Mijn culinaire ook. De pot die mevrouw klaarmaakt. Nou, gewoon een Hollandse pot hoor. Heel graag Turks of Italiaans. Mijn vrouw kent niks. Die kan niks? Nee. Hoezo niet? Dat ze ziek is. Oh. Ze heeft Alzheimer. Oh jee. Dus die weet helemaal niks meer. Ja, het legt aan. Ik kan macaroni maken, ik kan boemboebalie maken. Paprika, tomaat, vlees. Ik kan niet koken. Ik kan niet, nee. Ik woon gewoon nog thuis, dus voor mij wordt gewoon gekookt. Nou, ik zit altijd graag in de keuken. En kookt uw mama ook wel eens? Nee. Ja, alleen maar. Ook een leuk idee voor de Westsafari? Mail naar westsafari@omroepwest.nl. En wie weet komen we bij je langs. Tot morgen!